Badhoevedorpse Joes Kloppenburg werd in augustus 1996 slachtoffer van zinloos geweld. De vader van Joes heeft daarop de stichting Kappenau opgericht, naar de laatste woorden van zijn zoon. Joes is monddood gemaakt. Om zijn stem te laten doorklinken naar een nieuwe generatie is het docudrama En Jij gemaakt. En meteen na de vakantieperiode, vorig najaar, ontstond dat idee van we gaan verder met die stem. Want eigenlijk voordat hij dood was, was hij monddood gemaakt. Hij kon geen Kappenau roepen. Dat is hem fataal geworden. En toen ontstond dat idee van laten we eens kijken of we leeftijdsgenoten, buurmeisjes die je naast je kunnen wonen, je schoolvriendinnetje, of we die in contact kunnen brengen met Joes en een dialoog kunnen opzetten over waar hebben we het nu eigenlijk over. De acteurs en makers van de film kwamen onder grote belangstelling in limousines aan bij het raadhuis waar de première werd gehouden. De film werd voorafgegaan door een gedicht van Joep van het Hek, Vermoorde onschuld. Het was een doodgewone ruzie in een doodgewone klas over doodgewone feesten of een donkerblauwe jas. En die doodgewone ruzie, uitgevochten na de les, waarom liep die uit de klauwen? Want opeens was er dat mes. Dat is echt niet te aanvaarden. Daarmee gaan we niet akkoord. Dit kan niemand echt bevatten als de onschuld is vermoord. Je moet door en je moet verder. Verdwaald, verdoofd, gestoord. Maar het is niet te bevatten dat je onschuld is vermoord. In de film komt Rosalie in contact met Joes Kloppenburg. Hij werd slachtoffer van zinloos geweld. In de persoon van Rosalie en haar vriendin Evelien wordt tieners een spiegel voorgehouden. Ze worden in En Jij uitgedaagd na te denken en te praten over de oorzaken van zinloos geweld, nodeloze agressie, egoïsme en gebrek aan respect. Nog een biertje in zijn grafsteen spelen. Ik de moed had er wat van te zeggen. Waar zijn we veilig? Kan niemand mij dit uitleggen? En waarom zien we ons? Tja, ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Dus, nou ja, dat zeggen ze achteraf. Ik bedoel, je kan eigenlijk niet eens meer 's nachts een patatje met halen als je daar zin in hebt. En jij? Je kan bij het donker eigenlijk al helemaal niet meer veilig alleen over straat. Hoezo niet? Wie maakt dat uit? Een kwestie van mentaliteit. Als mensen wat meer rekening zouden houden met elkaar, dan stelt dat al heel wat agressie. En agressie veroorzaakt angst. Ach, het verandert toch niet. Als iedereen zo denkt, verandert het nooit, nee. Het begint bij jezelf. Bij jou, bij jullie, de jeugd. Na twee auditierondes kwamen Sophie en Lonneke als hoofdrolspeelsters uit de bus. En deze combinatie was by far de beste. Hoewel we aanvankelijk dachten dat Lonneke meer de hoofdrol zou kunnen zijn dan Sophie. Maar toen ze dat speelden, allebei in de andere rol, was meteen duidelijk dit klikte. Lonneke, wat is er allemaal bijgebleven van het opnemen van deze film? Ja, vooral de superleuke sfeer en toch wel de emoties die in deze film zijn overgebracht, hoop ik. En dat zal altijd wel in je hoofd blijven. En deze geweldige ervaring en met jou. Ja. Dat was echt superleuk. Dus. De film gaat deel uitmaken van een lespakket dat wordt aangeboden aan scholieren in de leeftijd van 11 tot ongeveer 14 jaar. Het lastige is, deze doelgroep, 12 tot 14 jaar, 11 tot 14 jaar, die zijn nogal vluchtig, maar heel extreem. Ze zijn erg ontvankelijk, maar als je klaar bent is het ook weer over. Dus je moet in een filmverhaal, brokjes aan elkaar plakken, dat logisch doen, maar niet te lang maken. En dat zijn steeds stukjes van een legpuzzel. Even aandacht vangen en dan weer even weg ebben. En dan weer aandacht vangen. Oh, sorry, laat ik je schrikken. Ik heb je echt al een paar keer geroepen. Roos? Nou, kom je zo beneden film kijken? Ja, is goed. Ja, ik vond het wel een interessante film en ik denk dat kinderen hier wel wat van kunnen leren. Komt zinloos geweld ook nog op school voor? Ik denk dat het wel voorkomt, maar in ieder geval niet op mijn school. Nadat Jan Kloppenburg was gekomen, was er bijna niet meer gepest.
Nou, er zijn wel eens gevechtjes en een beetje duwen en zo, maar het is nooit echt tot iets heel ergs geleid, gelukkig. Ja, inderdaad. Maar... dat ook bij mij. Ja. Na afloop van de film kreeg filmmaker Henny Beijer de gouden pluim uitgereikt. Dames en heren, de gouden pluim, de wisseltrofee, is uitgereikt aan niemand minder dan Henny Beijer. Ik was echt oprecht ontroerd. Die film was een hoogtepunt. De manier waarop mensen reageerden was een hoogtepunt. Ik heb er geen seconde bij stilgestaan dat ik daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. En dat is ook eigenlijk een waardering voor dat hele team. En voor de mensen die op alle mogelijke manieren een rol hebben gespeeld daarin. Het is een soort van tastbare beloning voordat we de boodschap die we vorm hebben gegeven. En de manier waarop we dat in al die maanden hebben gedaan. Dat bij de stichting heeft gepast. En dan heb ik het goed gedaan, denk ik. De avond kende nog een bijzondere uitreiking. Jan Kloppenburg werd voor zijn inzet in de strijd tegen zinloos geweld benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Theo Weterings herhaalde nogmaals de persoonlijke doelstelling van de heer Kloppenburg bij de oprichting van de stichting Kappenau. In uw woorden, meneer Kloppenburg, en die wil ik graag citeren, formuleerde u uw persoonlijke doelstelling als volgt. Het is typisch mijn manier om eraan bij te dragen dat er niet weer een Joes zomaar het leven wordt ontnomen. Ik wil zijn dood minder zinloos maken. Zinvol kan natuurlijk niet, wel minder zinloos. Ik ben in de positie gekomen, ongewild natuurlijk, om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke mentaliteits- en gedragsverandering. Meneer Kloppenburg, het is mijn eer te mogen melden dat u op grond van de duur, de uitstraling en de betekenis van uw activiteiten bij koninklijk besluit van 16 februari jongstleden bent benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hartelijk proficiat. Hoe dubbel ook, ik heb met ontroering en bewondering gekeken naar dit beelddocument. Voor mij is het een beeldmonument. Natuurlijk ben ik blij en voelt het meer dan goed dat Joes, om wat hij heeft gedaan en wat zijn noodlot is geworden, zelfs na bijna 13 jaar, niet is vergeten. Han van Teseling heeft onlangs het voorzitterschap van de stichting Kappenau van Jan Kloppenburg overgenomen. Het is zo dat door deze film kan Jan nu ook echt afscheid nemen. Want we hebben zijn lezing, maar ook het vervolg, de breedte, hebben we nu in kaart gebracht. Maar het blijft moeilijk, want Jan is natuurlijk toch altijd het boegbeeld en de naam Kloppenburg. Maar door de film hebben we eigenlijk de erfenis van Jan gered, want Jan wordt een dagje ouder. En als Jan er niet meer zou zijn, dan hebben we nu toch deze film. En kunnen we dus gewoon doorgaan met het werk van de stichting.